heb hier water opgezet voor de boerenkool stamppot. Ik ga daar hier de boerenkool inkopen met zout. Doen we zeezout. Waarom doe ik zout van tevoren? Krijg je een hele mooie felgroene kleur. Als ik nou in een steamer ga koken of zonder zout, dan krijg ik niet die mooie felle kleur in mijn boerenkool. Dat vind ik, dat vind ik gewoon heel mooi. Dus daarom altijd zout erbij. Dus doe ik minder zout in de puree naar de hand. Omdat we al zout in de boerenkool hebben gedaan. Dus dit laten we koken. Dan gaan we even de boerenkool 5 minuten koken in deze pan. Nou, de grof gesneden boerenkool. Zie je, mooie structuur. De grove nerven die worden ook altijd uitgehaald. Als je een heel fijn gesneden boerenkool hebt, heb je al die nerven erbij. Dan zijn we geen voorstander van. Dit wordt voor mij speciaal geritst van de grote nerven en dan grof gesneden. Krijg je mooie structuur in je boerenkool. Het water is goed te koken. Dus nu kunnen we de boerenkool erbij doen. Zelf, als ik boerenkool eet, vind ik het erg lekker met rookworst. Want wij, ik kom dan uit het gedeelte van Brabant. Wij eten ook altijd met zuur, is mijn zure zult. En met mosterd en uien. En extra zuur uit de uitjes in de stamppot. Maar dat is heel persoonlijk. Erg lekker vind ik het zelfs. Even goed door het water in roeren. We zien ook dat het gelijk een hele mooie glanskleur op zich krijgt. Geen doffe kleur, maar een felle kleur wordt het. En dat komt gewoon door het gezouten water, dat je in zout water kookt. Nou, nu even goed door laten koken. De kook zit al goed erheen door de boerenkool. Even goed roeren. Kijk, hij is helemaal gaar. Dus nu kunnen we de boerenkool afgieten. En dan de koud water erop en dan laten uitlekken. Als hij goed uitgelekt is en hij is koud, dan gaan we vermengen met de aardappelmousseline. Gewoon voorzichtig. Je moet wel een ruim koken water koken. Als je in een klein beetje water kookt, dan kookt hij niet snel genoeg, dan wordt hij niet zo lekker. Nu is hij goed de koud afgespoeld. Boerenkool. We gaan een lekbak zetten, een droogbak. Nu gaan we een paar uur laten koelen, doorkoelen en uit laten lekken. Oké, de boerenkool is nu afgekoeld, uitgelekt. We gaan een klein beetje extra vocht eruit drukken. Omdat er minder vocht wordt. Kijk, je hoort ook hoeveel vocht eruit komt. Je ziet ook als je gewoon drukt dat er heel veel vocht in zit. Probeer zoveel mogelijk eruit te halen. Als het kan zijn dat het vocht uit de puree komt, wordt het zo waterig. Dat is natuurlijk niet mooi. Dat is ook niet lekker. Gaan we in de bak doen. We gaan hem losmaken. Puree met aardappelmousseline heel goed heen kunnen doen. Mousseline, dat is als er olijfolie bij gaat, dan noemt men vaak een mousseline en mooi fijn. Je ziet dat is heel mooi fijn. Dan gaan we goed door elkaar heen nemen. Tevens weer de boerenkool loshalen. Kijk, goed gevuld met boerenkool, zoals je hoort. Vandaar dat de boerenkool stamppot heeft. Elke dag vers gemaakt in de herfst- en winterperiode. Het is heel vegetarisch. Boerenkool
Erg lekker, een beetje met de vleesgerechten voor liefhebbers. Hier hebben we lekker gestoofde schadelokjes van ons eigen rundeltje. Heel erg lekker bij de boerenkool, uiteraard. Onze grove rookworst, onmisbaar. Wat ik zelf ook lekker vind, zure zout erbij in plakjes. Een klein beetje zuur van augurken, natuurlijk extra door de boerenkool. Augurken erbij. Een klein lepel Zaanse mosterd voor het af te maken. Het is nou een hele lekkere gecombineerde boerenkoolschotel. Uiteraard, je mag ook niet eigen variatie van lekker vindt. Maar dit is allemaal te verkrijgen momenteel bij Chateaubriand. Dus grove rookworst, we hebben ook de fijne rookworst voor de liefhebbers. Uiteraard huisgemaakt, zure zout, gestoofde sucade.